Bevrijdingsdag 1987. Familievriend Miep over Anne Frank. Hoorzittingen Iran-schandaal begonnen. Aanhoudend protest tegen blanke verkiezingen. Goedenavond. 5 mei 1987, bevrijdingsdag, de herdenking van de capitulatie en de viering van de bevrijding 42 jaar geleden. Voor velen vandaag een vrije dag, maar er werd ook gewerkt, vooral in het bedrijfsleven. Echt veel gefeest op straat werd er niet. Officieel werd de bevrijding op verschillende plaatsen gevierd. De nationale viering van de bevrijding vond plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In aanwezigheid van prinses Juliana ging professor Beer in op de betekenis van 5 mei. Er zijn allang geen Amerikanen meer in leven die de onafhankelijkheidsverklaring hebben meegemaakt. Of Fransen die de bestorming van de Bastille hebben beleefd. Toch wordt in die landen, respectievelijk op 4 juli en op 14 juli, de vrijheid gevierd. Hopelijk kunnen wij dat ook in de toekomst op 5 mei blijven doen. In Wageningen legde prins Bernhard de traditionele krans bij het bevrijdingsmonument. De koningin en prins Klaus namen het defilé af van militairen, oudstrijders en verzetstrijders. In het Concertgebouw in Amsterdam was vanmorgen vroeg al een plechtigheid in het kader van het project Adopteer een monument. Leerlingen van de Nicolaas Maasschool uit de Hoofdstraat kregen uit handen van Joop Wolf, van het voormalig verzet, een plaquette aangeboden ten teken van de adoptie van het Ravensbrück-monument op het Museumplein. Dit project is een initiatief van de stichting Februari 1941. Scholieren adopteren een monument en zullen er jaarlijks een krans leggen. Onder de aanwezigen ook koningin Beatrix en prins Klaus. Alle 800 oorlogs- en verzetsmonumenten zullen zo door scholen geadopteerd worden. Het gaat erom de jeugd bewust te maken van de verschrikkingen van de oorlog. Heb je er iets van geleerd? Ja. Wat heb jij ervan geleerd? Nou, dat niet meer mag gebeuren en zo. Dat is het belangrijkste voor jullie allemaal. Ja. Naast het dagboek van Anne Frank is er vandaag een nieuw boek over de gebeurtenissen in het achterhuis verschenen. Het is het verhaal van Miep Gies, de vrouw die in de oorlogsjaren de onderduikers dagelijks van eten en drinken voorzag. Nog dagelijks trekt het Anne Frankhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam honderden belangstellenden. Zij kennen het leven in het achterhuis van de aantekeningen van Anne Frank zelf. Het nu verschenen boek vertelt hetzelfde verhaal opnieuw, maar vanuit een ander gezichtspunt. Miep Gies, de schrijfster, zorgde meer dan 2 jaar lang voor het eten en drinken van de 7, later 8 onderduikers in het achterhuis. Ze was hun verbinding met de buitenwereld. Meer dan 40 jaar lang heeft zij haar leven met het achterhuis niet op papier willen zetten. We wilden niet meer zijn dan al die anderen die hetzelfde werk hebben gedaan. En vaak nog veel meer. We wilden in hun rijen staan en niet genoemd worden. Maar wij kunnen het niet helpen dat we toevallig ene Anne Frank en haar familie hebben ondergedoken gehad. En dat die ene Anne Frank onze namen in haar wereldberoemd dagboek heeft geschreven. Miep Gies was degene die het dagboek van Anne Frank uit het achterhuis weggeriste na de inval van de Duitsers. Slechts door toeval wist zij en haar man aan deportatie te ontkomen. Nu zijn ze nog de enige overlevende uit het dagboek van Anne Frank. Vergeten doen wij nooit en te nimmer. Onze wonden gaan niet meer dicht. Wij denken nog iedere dag aan ze. Bevrijding en verzet stonden ook centraal bij de uitreiking van de Kunstenaarsverzetsprijs. De afgelopen nacht ontving de schrijver Teun de Vries die. Hij kreeg de penning in Amsterdam. In een spaarzaam verlichte nieuwe kerk op de grens van de dodenherdenking en bevrijdingsdag kreeg Teun de Vries zijn prijs.
Hij is schrijver van tientallen veelal historische romans. Hij beschreef onder meer de geschiedenis van het Friese geslacht Wiarda, de levensgeschiedenis van verzetstrijdster Hanni Schaft, en voltooide onlangs een lijvig werk over de Franse toneelwereld in de 17e eeuw. De Vries was jarenlang lid van de CPN en had stalinistische sympathieën. Daarom is hij voor velen nog steeds een omstreden schrijver. Hij deed in dat verband een bekentenis. We weten dat deze mij toegekende verzetsprijs balsem betekent voor veel voormalig verdriet. Het bericht van de toekenning heeft een golf van sympathie uitgelokt, waarin ik mij koester als een oude kater in de zon. Het is zoet in termen van lof en waardering te worden toegesproken. In de jaren die achter ons liggen is door allerlei lieden en op allerlei manieren ook heel anders over mij geoordeeld. Aan het slot van zijn dankwoord zette de Vries krachtig uiteen waar hij nu aan de vooravond van zijn 80ste verjaardag voor staat. Ik verfoei drugsmokkelaars, milieuverpesters en dierenbeulen. Ik haat vooral alle fundamentalisme, of het uit Rome of uit Teheran komt. Ik haat de verdrukkers in Oost en West en de predikers van de nucleaire afschrikking. En ik weiger per se vrijheidsstrijders te zien in lieden die medemensen kidnappen en gijzelen, of die bombrieven versturen of geloven dat de moord op een politieman het mensengeluk dichterbij brengt. En dat hij blij is met de prijs, daar liet de Vries geen twijfel over bestaan. Behalve officiële plechtigheden waren er in het hele land ook andere festiviteiten. Zoals in Soest, waar vandaag zo'n 150 oude jeeps en andere legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog door het dorp trokken. Op 8 mei 1945 kreeg een Canadees regiment de opdracht van Barneveld via Soest naar Amsterdam te trekken. Vandaag herleefde deze tocht na 42 jaar. Het defilé in Soest werd afgenomen door de burgemeester, want prins Bernhard had in Wageningen verplichtingen. En tot zover de reportages over de viering van 5 mei 1987 en de gebeurtenissen daaromheen. De dollar is vandaag in ons land onder de magische grens van 2 gulden gezakt. 1,99 gulden was de officiële koers voor de Amerikaanse munt vandaag. 2 jaar geleden was de dollar nog 3,74 gulden. De koers van de dollar is verder gedaald vanwege het mislukte topoverleg tussen president Reagan en de Japanse premier Nakasone over de handelsoorlog tussen Japan en de Verenigde Staten. Enige maanden was de hele zaak van de voorpagina's verdwenen, maar vanaf vandaag is het Iran-Contra-schandaal in Amerika weer terug in de politieke belangstelling. Vanochtend zijn in Washington de gezamenlijke hoorzittingen begonnen van 2 congrescommissies naar de geheime wapenzendingen die vanuit het Witte Huis geleid werden. 3 maanden lang zullen de 25 commissieleden uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden allerlei figuren uit het wapenschandaal ondervragen. De hoorzittingen zijn openbaar en worden rechtstreeks uitgezonden door de Amerikaanse televisie. Een senator, Daniel Inouye uit Hawaii, was 14 jaar geleden ook lid van de Watergate-onderzoekcommissie. Hij is nu voorzitter van de gezamenlijke zittingen. In februari bracht een onderzoekscommissie die door president Reagan zelf was ingesteld ook al een verslag uit over de geheime wapenzendingen. Maar veel vragen bleven toen onbeantwoord. Over het belang van de hoorzittingen die vandaag begonnen zijn, Charles Groenhuizen vanuit Washington. De hoorzittingen in het congres gaan over de vraag wie de politieke verantwoordelijkheid draagt voor tal van twijfelachtige praktijken in en rond het Witte Huis. Is de president zelf fout geweest of alleen zijn ondergeschikten? Wat is er in de afgelopen jaren achter dit hek precies gebeurd? De onderzoekscommissie van het congres heeft maanden uitgetrokken om dat uit te zoeken. Het verhaal begint bij de geheime wapenleveranties vanuit de Verenigde Staten via Israël aan Iran.
Amerika hoopte dat de regering in Iran, onder leiding van Ayatollah Khomeini, ervoor kon zorgen dat de ontvoerde Amerikanen in Libanon vrij zouden komen. Amerika, de president voorop, ontkende eerst, maar gaf de wapenzendingen later toe. Maar dan, wat deed Amerika met de miljoenen dollars die Iran voor die geleverde wapens betaalde? De ene geheime operatie volgt nu op de andere. Want het blijkt dat in elk geval een deel van het geld stiekem is gebruikt voor wapenzendingen voor de Contra's. De opstandelingen die de linkse regering in Nicaragua ten val willen brengen. Wat wist het Witte Huis hiervan af? Kolonel Oliver North, toen medewerker van de president, die wist ervan. En waarschijnlijk ook deze man, de ontslagen veiligheidsadviseur John Poindexter. En de president zelf? Dat is de vraag waar nu alles om draait. Als Reagan heeft geweten dat dit geld werd besteed aan wapens voor de Contra's, dan kan dat voor hem tot grote politieke problemen leiden. Want door een beslissing van het congres was steun aan de Contra's op dat moment absoluut verboden. Reagan zelf heeft steeds ontkend ervan te hebben afgeweten. Het congres gaat nu uitzoeken of dat waar is. De congrescommissie is er nu in elk geval nog niet van overtuigd dat de president alles al echt heeft verteld. I think the president knew much more than what the White House has intimated. What gives you that idea? When you add together all of the bits of information that we have gathered over the months, one can reach that conclusion. Het is overigens onwaarschijnlijk dat de president zelf voor de commissie zal verschijnen. Hoewel helemaal onmogelijk is het niet. Want de commissie kan de president uitnodigen om op basis van vrijwilligheid toch een getuigenis te komen afleggen. Rond deze tijd begint het eerste echte verhoor in de congrescommissie van de gepensioneerde luchtmachtgeneraal Richard Secord. Hij was betrokken bij zowel de wapenleveranties aan Iran als bij de wapenzendingen voor de Contra's in Nicaragua. Twee andere kroongetuigen in deze zaak, John Poindexter en Oliver North, zullen pas later verhoord worden door de congrescommissie. Oliver North, die al zoveel beschuldigingen over zich heen kreeg, is voorlopig zeker van zijn zaak. I can tell you this, everything that I did was done in the best interest of the United States of America. And this Marine is never going to plead guilty to anything, ever. You can quote me. Het lijkt op de legende van de Vliegende Hollander, maar zeker in dit geval is de realiteit beduidend minder prozaïs. Onderwerp en leidend voorwerp van deze zwerftocht over zee is deze schuit, met aan boord ruim 3000 ton stinkend en rottend afval uit New York. 22 maart vertrok het om de rommel, waar niemand raad mee wist, af te leveren in North Carolina. Maar omdat New York niet wilde zeggen dat het afval ongevaarlijk was, werd het daar geweigerd. Sindsdien heeft het schip een zwerftocht van 8000 kilometer achter de rug langs 5 Amerikaanse staten, Mexico en Belize. Overal werd een startvergunning onverbiddelijk geweigerd. Ook al omdat het vermoeden bestaat dat er licht radioactief afval uit ziekenhuizen aan boord is. Schip en lading liggen nu voor de kust van Florida, waar milieuexperts het onderzoeken. Ook hier weigerde de gouverneur het schip een haven binnen te laten. En een eind aan deze bijzondere reis lijkt dan ook nog niet in zicht. Zwarten die massaal wegblijven van hun werk en onrust in enkele zwarte woonsteden. Dat was Zuid-Afrika vandaag aan de vooravond van de blanke verkiezingen. De spanning liep nog verder op doordat aan de grens met Zimbabwe een landmijn ontplofte, waardoor 1 zwarte werd gedood en 10 gewond. Het zwarte vakverbond COSATU had opgeroepen tot vreedzame acties tegen de blanke verkiezingen en zijn leden gevraagd vandaag en morgen thuis te blijven. Toch kwam het in enkele zwarte woonsteden tot incidenten, bijvoorbeeld in de buurt van Durban. Een bus met zwarten die toch aan het werk wilden gaan, werd in brand gestoken. Op de bus- en treinstations van de zwarte woonstad Soweto was het vanmorgen tijdens het spitsuur heel rustig. Anders vertrekken hier vandaan duizenden zwarten om in Johannesburg te gaan werken. In het centrum van Johannesburg was het effect van deze actie goed te zien. Er waren maar enkele mensen op straat, terwijl het hier normaal veel drukker is. In de buurt van enkele gemeentelijke kantoren ontplofte vannacht een paar kneedbommen. Ze richtten niet veel schade aan en er werd niemand gewond.
De Nationale Partij sloot gisteravond haar verkiezingscampagne af met een bijeenkomst in het stadhuis van Johannesburg. Het kwam tot een incident toen president Botha sprak over terrorisme. It is not only in South Africa. It is all over the Western world. You find the forces of terrorism and anarchy trying to overthrow democratic institutions. It's only a storm in a teacup, all right, let us continue. Bij de verkiezingen van morgen staan 166 zetels in het blanke minderheidskabinet op het spel. De Nationale Partij heeft daar nu 127 van. De rechtse conservatieve partij 18 en de officiële vooruitstrevende oppositie 32. Een riante meerderheid dus voor president Botha. Een reportage van Erik van Ees. De Nationale Partij van president Botha heeft de moeilijkste campagne van de afgelopen 40 jaar achter de rug. Ook al zullen veel blanken hem niet in de steek laten. President Botha heeft deze verkiezingen uitgeschreven om goedkeuring te krijgen voor gesprekken met de zwarte bevolking. Maar Botha heeft andere zwarte leiders op het oog als die bevolking zelf. De ANC-leiders Nelson Mandela en Oliver Tambo staan niet op de lijst van zwarten die Botha aan zijn tafel wil hebben. Toch worden die twee nog steeds als de zwarte leiders bij uitstek beschouwd. Zo bleek nog onlangs uit een enquête in de zwarte krant De Soweten. President Botha wil van Soweto en soortgelijke zwarte woonsteden onafhankelijke stadstaten maken, net als de zogenaamde thuislanden. Dat gaat de twee conservatieve partijen veel te ver en de onafhankelijke kandidaten en de progressieve partij niet ver genoeg. President Botha beschikt over een uitgebreid apparaat om de blanke kiezers van zijn gelijk te overtuigen. Bijvoorbeeld deze film van de Zuid-Afrikaanse omroep. Ook in de nieuwsprogramma's weet de Nationale Partij zich altijd verzekerd van het laatste woord. En zeker op het platteland en aan de grenzen waar de guerrilla-bedreiging het meest gevoeld wordt, waarderen de blanken zijn harde acties tegen buurstaten en zijn belofte dat er geen overheersing door de zwarten komt. Hervorming ja, overgave nee. Dat is het thema van de campagne van de Nationale Partij. Maar er zijn steeds meer partijleden en kiezers die vinden dat Botha's binnenlandse beleid te weinig op de toekomst is gericht. Het moet de 71-jarige president diep gegriefd hebben dat 300 academici van de Universiteit van Stellenbosch openlijk afstand van hem genomen hebben. In government circles there is what I like to call frozen perceptions about the real problem in South Africa. Conceptual blockages. One can't get through. President Botha heeft in de afgelopen 5 jaar bijna revolutionaire veranderingen in Zuid-Afrika teweeggebracht. Maar die hebben zoveel losgemaakt dat de president nu door de ontwikkelingen lijkt te zijn ingehaald. Dat heeft hem de beschuldiging van starheid opgeleverd. Nog nooit tijdens een verkiezingscampagne stond Botha's geloofwaardigheid zo ter discussie als deze keer. De leiders van de niet-blanke Zuid-Afrikanen staan op zijn minst onverschillig ten opzichte van de verkiezingen van morgen. De anti-apartheidsactivist en leider van het Verenigd Democratisch Front, dominee Boussak, zegt er het volgende over. Alternatief. Om nu nog een security in 1987 een blanke verkiezing te houden voor een blanke parlement. Waarbij bijna 80% van de bevolking geen enkel stem heeft. Dat is toch zo belachelijk. Ik heb er geen woorden voor. Dominee Boussak komt vanavond uitgebreider aan het woord in de NOS-rubriek Panoramiek. Om 9 uur op het andere net. En dan tot slot de weersverwachting van het KNMI. In de studio vanavond weerman Han Mellink. Nog steeds grote temperatuurtegenstellingen in Europa. En dat komt dan door een depressie boven het midden Europa. En daar hebben we beelden van die depressie. Die beelden kunnen we laten bewegen als we de verschillende satellietfoto's na elkaar vertonen. Het eerste beeld, dat is van vanmorgen 9:30. En dan in stappen van ongeveer 1,5 uur lopen we door de dag heen. En dan zien we de bewolking van de depressie boven midden Europa ronddraaien, rond het centrum, tegen de wijzers van de klok in.
En het is duidelijk, heel Midden-Europa deed mee met het slechte weer. En ook Italië kreeg een veeg uit de pan, daar viel er nogal wat onweers bij. We laten die beelden nog een keer zien. En dit keer moet u letten op wat er gebeurt in Nederland, in de gele cirkel. De eerste beelden, dus van 9:30 vanmorgen. Dan ziet u weer de bewolking van de depressie ronddraaien. Maar in Nederland ziet u de depressiebewolking langzaam uit het land verdwijnen. Uit het zuiden verdwijnt de bewolking, gaat de zon schijnen. En dan komt er van de Noordzee geleidelijk bewolking binnendrijven. Het laatste beeld, dat is ongeveer van 6:00 vanavond. En toen zat het hele land in de bewolking. Uit die bewolking valt nu wat regen. Maar die regen zal geleidelijk aan verdwijnen. Dan wordt het droog en morgenochtend komt de zon door. De loop van de dag meer zon. En verder zal er geen regen meer vallen. De noordenwind morgen neemt af. Matig is die. Alleen boven land kan die nog, boven water kan die nog vrij krachtig zijn. En de temperatuur, net als vandaag, ongeveer 12, 13 graden. Dit was het journaal van 8:00. Goedenavond.